Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een shoplog voor jullie. Ik ben namelijk bij de Action en bij het Kruidvat geweest. Ik heb daar het een en ander gehaald. En het leek mij leuk om jullie te laten zien wat ik had gekocht. Het is niet superveel, maar ik dacht ik vind het wel leuk om jullie toch even te laten zien. Dus als je van shoplogs houdt, doe alvast je duimpje omhoog. En dan zou ik zeggen veel plezier met kijken. Ik zal de prijzen van de producten in beeld zetten, want dat is minder rommelig dan dat ik weer met de bon aan de gang moet. Ik ga beginnen met de spulletjes van het Kruidvat. Ik ging eigenlijk naar de Kruidvat omdat ik in de folder Body Mist had zien staan van het merk Zo. En ik ben hier wel mee bekend. Ik heb hier ook een parfum van. En dit waren hele kleine flesjes die super handig zijn om gewoon in je tas te steken. En ik ben voor deze gegaan. Dit is de geur watermeloen. Ik weet niet of die lekker ruikt. Er is nog niet mee gespoten. Maar dit is gewoon een flesje van 100 ml. Dus super handig om gewoon in je tas te stoppen. Zodat ik een beetje bij kan sprayen. En ja, er waren er ook niet zo heel veel meer van. Maar ja, deze zag er op zich prima uit. Dus ik ben voor deze gegaan in de geur watermeloen. Dan kocht ik deze XXL voordeelverpakking met mentholskauwgom. En ik heb hem vooral gekocht vanwege het potje. Want ja, ik vind het fijn om kauwgom in mijn tas mee te hebben. En ik had nu gewoon echt zo'n ja, zo'n hele grote verpakking van die goedkope kauwgom. En ik merkte in mijn tas dat die kauwgompjes heel gemakkelijk uit de verpakking gingen. En toen zag ik dus dit setje. En hier zit dus gewoon zo'n klein potje bij. En je hebt ja, een zakje met kauwgom van Mentos, dus prima. Het was nu ook nog maar 50% korting, dus ik dacht, nou weet je, ik neem die gewoon mee, dan kan ik die gewoon vullen. En het laatste wat ik kocht bij het Kruidvat, dat waren smintjes. Ik wilde ook graag een doosje met smintjes voor in mijn tas. En bij de supermarkt verkopen ze alleen maar per twee pakken. En ik had gewoon één doosje nodig, dus die zag ik bij het Kruidvat. Dus ik dacht, nou prima, dan neem ik die gewoon mee. Dus ja, heel simpel, een doosje smintjes, zitten 50 smintjes in, dus nou, dikke prima. Dan ga ik nu de spullen laten zien die ik bij de Action kocht. Allereerst kocht ik houtvezel bij de Action. Ik heb een konijn en sinds kort hebben ze dus houtvezel bij de Action. En het scheelt echt zoveel met de houtvezel die ik normaal in de supermarkt koop. Ik kan hier twee keer mee doen en volgens mij betaal ik nog minder als in de supermarkt. Dus tegenwoordig haal ik die bij de Action. Die van mij was op, dus ik moest gewoon even een nieuwe hebben. Dan kocht ik heel random een doos met kuppensoep. Hier zitten 10 pakjes in en ik heb de smaak kip. Ik ben dol op kuppensoep en dan voornamelijk de kipvariant. Deze was nu in de aanbieding en ja, dan heb ik gewoon weer een voorraadje staan, want het gaat bij mij best wel hard. Dus ik dacht, hey, Action heeft ze nu, laat ik het bij de Action gewoon meenemen. Dan kocht ik een kaart. Mijn moeder die is dinsdagjarig en vind ik het altijd wel leuk om een kaart bij te doen. En dit is gewoon een kaart met een envelop. Helemaal prima. Ik vond deze ook wel leuk. Dus ja, ik heb gewoon deze kaart gehaald. Ik vond hem, ja, op zich hij heeft wel gewoon wat leukers dan een hele normale verjaardagskaart. Dus ik vond deze wel leuk. Dus die heb ik eventjes meegenomen. Dan kocht ik nog iets wat in de aanbieding was. En dat was dit setje. Dit is een keukenhanddoek en een theedoek. En ik heb nog niet zo heel erg veel. En volgens mij waren deze setjes nu één nog wat. Dus ik vond deze kleur wel leuk. Het heeft een leuk patroontje. En ja, ik dacht gewoon maandag heb ik er weer een setje bij. Dus ja, verder niet heel speciaal. Gewoon prima. Maar ja, ik had ze gewoon nodig. Dan kwam ik deze body mist tegen bij de Action. En dit is een relaxing water bed en body mist. En ik hou altijd wel van body mist. En ik was hier eigenlijk wel benieuwd naar toen ik deze bij de Action zag staan. Vaak is body mist best wel duur. Maar ja, bij de Action is het eigenlijk allemaal niet echt duur natuurlijk. Dus ik was wel benieuwd of dat dit een lekkere geur zou zijn. Ik dacht leuk voor een review ook op mijn blog. Bed en body mist vernevelde body mist over lichaam en of beddengoed voor een verfrissende effect.
Nou, prima. Ik zal hem wel even voor mijn lichaam gebruiken. Ik vind het in bed niet echt nodig. Ik bedoel, als je dat gewoon was, dan is het prima. Maar ik was hier wel heel erg benieuwd naar. Ze hadden hem alleen in het blauw. Ik heb hem niet in andere kleuren gezien bij de Action waar ik was. Dus ja, deze. Ik vind de verpakking ook wel leuk eigenlijk met die vlindertjes erop. Dan kwam ik ook dit doosje tegen met blotting papers. En dit zijn gewoon van die papiertjes die, die je over je gezicht kunt gebruiken als je een vette T-zone hebt. Of ja, gewoon een beetje snel glimt. Ja, die kun je gewoon op je huid deppen en zijn geschikt voor alle huidtypes. Zit ook een spiegel in, staat hier. Ik ben wel benieuwd. Het is wel een heel leuk doosje ook, vind ik, met al die make-upjes erop. En ik had dit nog nooit bij de Action gezien, dus ik was eigenlijk wel verrast dat ik dit tegenkwam. Je hebt 80 papiertjes. Volgens mij is dat echt wel een stuk meer als dat Essence en Catrice in hun doosjes hebben zitten. Maar ja, ik was wel benieuwd of dat deze zou werken. En ik vond het doosje er ook gewoon super leuk uitzien. Dan even een standaard ding wat ik vaak bij de Action haal. En dat zijn flossticks. Deze vind ik gewoon heel erg fijn voor ja, als er wat tussen je tanden zit om dat te verwijderen. Ik heb liever sticks dan echt flosdraad. Ik vind dat wat fijner. Deze zijn nu trouwens van Dental Pro. Ik weet niet of dit dezelfde zijn als die ze voorheen hadden. De verpakking is wel anders. Er zitten er 60 in. Maar ik zag de andere verpakking zag ik ook niet meer. Dus volgens mij zijn dit gewoon de vernieuwde. Het zijn 2-in-1. Je hebt een tandenstoker en flosdraad. Dus ja, prima. Hier aan de achterkant zit dan inderdaad zo'n tandenstokertje die je ook kunt gebruiken. En ja, die van mij die waren gewoon bijna op. Dus ik moest gewoon even nieuwe hebben. Dan kocht ik dit egeltje. En dit is een cadeautje van mijn moeder. Mijn moeder houdt heel erg van egels. En ik heb samen met mijn zusje al een cadeau gedaan. En ik dacht, nou, wel leuk om nog eventjes een cadeautje gewoon extra te doen. Dus ik kwam dit egeltje tegen. Ik vond hem wel leuk. Je had hem ook in bruin. Maar mijn moeder vindt rood altijd wel leuk. Ik denk, is ook een keer wat anders. Dus gewoon een staand egeltje. Wat je gewoon heel erg leuk neer kunt zetten. Dan kocht ik 2 van deze sjaaltjes. En deze kun je heel erg leuk om je blouse heen knopen. Staat gewoon leuk als je een blouse aan hebt om dit er dan bij te om te knopen. En ik had deze gezien bij iemand anders in een shoplog. En ik dacht, hé, dat vind ik wel heel erg leuk. Ik kocht een witte en een zwarte. Ik heb een witte en een zwarte blouse. Ik denk, nou is het ook wel leuk om 2 kleurtjes van die sjaaltjes te hebben. Dus ja, hier ben ik ook wel heel erg blij mee. Dan kwam ik deze Cosmetica Organizer tegen. En dit is gewoon een organizer waarbij je verschillende producten in kunt zetten. Cosmetica, accessoires, gemakkelijk te reinigen met water. En ik dacht, misschien is het wel handig als ik mijn kwasten heb gewassen om ze hierin te zetten, zodat ze goed kunnen drogen. Ik zal hem wel even uit het doosje halen als dat lukt. Hij ziet er gewoon zo uit. Ik ben voor een zwarte variant gegaan. Je hebt hem in verschillende kleuren. En hier kun je dus dan gewoon je cosmetica inzetten. En ik denk prima dat mijn kwasten hierin kunnen staan. En dan heb ik gelijk een fijne manier om ze te drogen. Want ik leg ze nu altijd neer. En op zich werkt dat prima. Maar ik denk als ik ze neerzet dat het misschien nog beter is. Je had overigens deze kleurtjes. Ik hoop dat je... Of heb ik hem nou verkeerd? Ja, ik heb hem goed. Roze, zwart, groen en grijs. En ik hou zelf meer van zwart, dus ik ben daarom voor zwart gegaan. Dan kocht ik ook weer eventjes nieuwe vuilniszakken. Ik heb altijd vuilniszakken met lavendelgeur. Die vind ik echt ideaal. En ik kocht nu weer een nieuwe set bij de Action. Ik zag laatst dat Vibra ze ook had. Ik dacht dat daar ook dat die groter waren. Maar ik was nu gewoon bij de Action. Ik dacht, nou weet je, neem ik ze wel gewoon bij de Action mee. Ja, niet heel bijzonder. Ze ruiken echt super lekker. Maar ik vind deze vuilniszakken gewoon prettig. Dus ja, weer eventjes nieuwe. Want die heb je gewoon nodig. Dan kocht ik ook weer nieuwe bruistabletten met vitamine D. Ik heb deze al een keer eerder gekocht. En die van mij waren al op. En het bevalt me eigenlijk prima. Die vitamine D in bruistablettenvorm. Hebben een kerstensmaak. Dus ik dacht, nou, ik neem gewoon weer eventjes nieuwe mee bij de Action. 20 tabletten, dus nou heb ik weer voor 20 dagen eventjes genoeg. En ja, volgens mij is dit ook prima omdat hij vitamine D aanvult. Dus ja, ik ben er wel tevreden over.
Dan de twee laatste dingen die ik kocht. Dat is weer een nieuwe shampoo en conditioner. Ik heb altijd de Intense Repair van Dove. En deze waren in de aanbieding. En ik dacht, hey, nu ze in de aanbieding zijn, moet ik gelijk weer eventjes een nieuwe halen. Want volgens mij is mijn shampoo al op. Ik heb nu eventjes een andere shampoo, die had ik nog staan. Dus die maak ik eerst eventjes op. En dan kan ik weer deze gaan gebruiken. Want deze vind ik toch wel het prettigst. Die maakt mijn haar gewoon heel erg zacht. Dus de shampoo. Ja, hetzelfde geldt voor de conditioner. Conditioner gaat bij mij altijd heel erg hard. Dus ik dacht, nou weet je, ik hou gelijk weer een backup. Dan staat het er weer. Volgens mij is die van mij ook al bijna op. Dus ja, dan heb ik gewoon weer eventjes. Dan waren dit alweer alle dingetjes die ik kocht bij zowel het Kruidvat en de Action. Zoals ik al zei, het was niet superveel. Maar ik dacht toch wel leuk om jullie even te laten zien. Ik was ook wel verrast dat er toch weer een aantal nieuwe producten bij de Action waren. En op zich is dat niet heel verrassend, want het gebeurt heel vaak. Ook had ik heel leuk een lijstje gemaakt op mijn wunderlist. En toch ben ik weer dingen vergeten. Dus ik moet binnenkort gewoon alsnog weer een keertje terug. Maar goed, de dingetjes die ik nu weer heb, die... ja, die kon ik gewoon weer lekker gaan gebruiken. Daar ben ik wel weer blij mee. Dus dat is op zich prima. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien wat ik heb gekocht bij Kruidvat en bij de Action. Als je op de hoogte wilt blijven van mijn nieuwste video's, kun je natuurlijk altijd even gratis abonneren op mijn kanaal. En dan mis je geen enkele nieuwe video van mij. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. En dan zie ik je graag weer bij een volgende video. Doeg!